Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de Okkie. En vandaag gaan we terugkijken op het eerste deel van het WK. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met Lars, die is er ook weer bij. En hij is weer terug van weg geweest, Pim Huberts. Ja, Pim, goed om weer terug te zijn. Ik heb er weer zin in. Ja, nou goed, laten we meteen beginnen in de eerste ronde. Ja, eigenlijk de mooiste pot van de eerste ronde was meteen op de openingsavond Lewis Campbell. Ja, dat is toch wel vrij makkelijk voor Lewis, toch? Ik moet wel even... Het is ook al een tijdje terug dat die wedstrijd werd gespeeld. Vooraf hadden we gedacht van dat gaat echt een knaller worden. Maar inderdaad, Lewis speelde wel goed. En Campbell was ja, volgens mij wat tegenvallend. Ik weet niet wat jij ervan vond, Lars. Ja, een beetje inderdaad onwennig nog. Eigenlijk ja. Een beetje hetzelfde als we hem gezien hebben op de Grand Slam. Hadden we inderdaad meer van verwacht. Maar ik verwacht wel nu, hij heeft natuurlijk zijn tourcap behaald. Doordat hij de Challenge Tour heeft gewonnen. Ik verwacht wel van hem dat hij in ieder geval in die top 64 gaat komen in 2 jaar. En meer ervaring opdoen. Maar we hadden inderdaad iets meer verwacht van die partij. Absoluut. Ja, toch die Campbell. Ik vond hem wel beter dan dat we hem eerder hadden gezien op de World Cup en zo. En volgens mij daarvoor op de Grand Slam inderdaad ook. Dus ik zie wel een soort stijgende lijn. En ik hoop inderdaad dat hij gewoon deze ervaring meepakt. En dan ja, als tourcardhouder dan komt hij wel op zo'n toernooitje. Dus ik geloof nog steeds in hem. Andere opvallende partij was William Bolland tegen Bradley Brooks. Brooks die eigenlijk de favoriet was, maar Bolland die het in de laatste leg nou toch afmaakt met een 9-darter. Toch wel een verrassing. Staat er tegenwoordig trouwens nog een geldbonus op de 9-darter, Pim? Ja, nee, volgens mij niet. Ja, als je dan 2 9-darters op 1 toernooi gooide, dan krijg je wel een flinke smak geld. Maar ja, dat is nog nooit gebeurd. Dus dat, maar ja, die wedstrijd, Borland tegen Brooks. Ja, Borland het is eigenlijk ook wel een soort van het jaar van William Borland. Het is eigenlijk een hele gemiddelde, ja, matige speler. Of jonge speler is het natuurlijk nog. Dus volkomen een verrassing tegen Bradley Brooks, die ook opkomend is dit jaar. En dan ja, die iconische foto's van ja, Borland met een soort... Ja, het lijkt me een soort ei met haar, dat gezicht. Dat hij zo helemaal keihard gaat juichen na die 9-darter in die beslissende leg. Dat is wel een heel moment, wat mij betreft nog steeds het moment van dit WK. Absoluut, absoluut. Ik bedoel, hij heeft er ook gebruik van gemaakt. Hij heeft mijn Twitter aangemaakt daarna. Hij heeft gelijk 30.000 volgers gehad. Hij wou ook echt de hele wereld laten weten. Het is op zich inderdaad wat je zegt, Pim. Het is een middelmatige speler. Hij speelde voor zijn doen eigenlijk een buitengewone eerste ronde tegen Brooks. Terwijl Brooks ook gewoon goed speelde. Alleen dan zie je dat wat roem met je doet eigenlijk. Ik bedoel, de tweede ronde tegen Searle was het helemaal niks meer. Ja goed, misschien kan hij van het prijzengeld van de eerste ronde toch weer een keer een tandarts betalen. En staat zijn tanden eind volgend seizoen weer recht. Andere verrassing in de eerste ronde was Mike Dekker, die Darius Lamanauskas uitschakelde, die ook een 9-darter gooide. En daarmee houdt Mike Dekker zijn tourkaart. Is dat terecht, Lars? Als je kijkt wat hij op de vloer laat zien, vind ik het wel terecht. Als je kijkt wat hij op het podium laat zien, tot dit WK niet. Maar ik moet zeggen, Mike Dekker, al jaren zeggen ze in België dat hij een supertalent is. Ik bedoel, volgens mij bereikte hij op 18 jaar werd hij al kampioen van België. Is natuurlijk wel iemand met een stijl waarbij als het loopt... Het echt loopt. Alleen hij moet zijn vloerwedstrijd eigenlijk meenemen naar het podium. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat hij zijn tourkaart heeft gehouden. Ook ten opzichte van Labanauskas. Ja, speelde eigenlijk een slecht WK, vond ik. Ik had wel wat meer verwacht van Labanauskas. Buiten die 9-darter natuurlijk. Maar dat zie je wel vaker in zo'n wedstrijd. Als je te vroeg een 9-darter gooit, dan blijft het op een of andere manier in je hoofd zitten. Dat je iets bijzonders hebt gedaan. En dan lukt het niet meer echt de rest van de partij. Ja, ik hoop dat voor Mike Dekker dat deze wedstrijd en ook die... Ja, die wedstrijd dan tegen Dave Chisnell, die verliest hij dan wel met 3-0. Maar ja, hij gooit wel 96 gemiddeld. Wat hij in zijn eerdere wedstrijden op TV had hij gewoon moeilijkheden om gewoon midden 80 gemiddeld te gooien. Dus ik hoop dat hij gewoon dit kan doorzetten. En hè, op de vloer was hij al steeds weer een beetje sterker dit seizoen. Dus dat hij dan gewoon zijn tourkaart houdt, vind ik ook fijn. En dan hoop ik dat hij de Dekker gewoon... het ook volgend jaar op tv gewoon kan laten zien. Ja, dat de wedstrijd waar het volgens iedereen allemaal omdraaide buiten Lewis. Steve Beaton tegen Fallon Sherbrooke. Eigenlijk, ja, wij zagen het eigenlijk als indirecte. Als Sherbrooke wint, gaat ze de Premier League in. Verlies Sherbrooke, gaat ze niet de Premier League in. Maar ja, godzijdank, ze verloor. Ja,
Inderdaad. Ik moet zeggen, Beaton speelde echt vooral het begin van de wedstrijd. Echt, hij moest twee legs warm komen, maar daarna speelde hij echt een hele goede wedstrijd. Zo heb ik Beaton echt al lang niet meer gezien. Had hij ook nodig ook, want Sherrick speelde ook zeker niet slecht. Naarmate de partij vorderde, werd het niveau wel iets lager. Er kwam de spanning natuurlijk erop. Maar ik heb wel genoten van die wedstrijd, moet ik zeggen. En ook zeker van Beaton, die natuurlijk tegen 3000 man in het publiek, die allemaal wilden dat Sherrick natuurlijk verder ging. Hem toch maar afmaakte, de oude bok. Dus dat deed hij echt goed. Ja, toch vond ik het ook wel weer knap hoe gewoon Fallon Sherrick weer toch weer tegenstand weet te bieden. En ik bedoel, we blijven het zeggen. En sommigen die noemden Fallon Sherrick al zelfs als de favoriet in deze wedstrijd. Ik vond haar nog steeds gewoon een underdog. En dan blijft het knap dat ze toch zo'n mooie wedstrijd ervan weet te maken. Nou, maar dat vond ze zelf niet, volgens mij. Want ik heb wel het idee met Sherrick dat ze vaak te... Er wordt natuurlijk vooraf aan het WK worden allemaal interviews gehouden van gaat Sherrick de eerste vrouwelijke wereldkampioen? Volgens mij zitten ze daar echt te veel mee in het hoofd. Ze moeten natuurlijk ook opletten. Ik bedoel, er zijn in principe gewoon 80 spelers die beter dan haar zijn. Beter dan haar kunnen zijn. En ik denk ook dat iedereen als ze een goede dag heeft van Sherrick kan winnen. Dus ik denk dat ze met iets te veel verwachtingen naar het WK is gekomen. Dat ze vooral, omdat iedereen zegt van Beaton, een man uit vorm, man die op zak op de wereldrankings, dat doe ik wel even. Dat vond ik van Sherrick een beetje misplaatst. Ook op haar Twitter wat ze daar allemaal stuurde van kijk hoe diep ik kan gaan in het toernooi. Ik bedoel, win eerst maar eens je eerste ronde en kijk dan verder. Maar ja, dat lukte dus niet. Ja, en pak maar eens even een tourkaart hier op Q-School. Zolang je die niet hebt, dan tel je wat mij betreft nog niet echt mee. Dus ja, inderdaad, Fallon Sherrick moet niet zo'n grote mond hebben op Twitter bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat Sherrick gewoon een beetje veel zichzelf is gaan geloven. En ik denk dat, dat we het beste van Sherrick wel gezien hebben. dat is wel een heel groot statement, maar ik hoop maar het niet. Maar ze moeten inderdaad een beetje balans zoeken tussen, tussen wat reëel is en wat niet reëel is. Ik bedoel, ze is echt een hele goede speelster. Ze heeft ook echt een goede ontwikkeling doorgemaakt. Maar haal eerst maar eens die tourkaart en kom dan terug met eerst daden en dan woorden. Dan gaan we richting de tweede ronde. Er is één Nederlander die de eerste ronde niet overleefde. En dat was Jermaine Wathimena. Dat was toch wel erg teleurstellend. Ik denk dat we daar niet heel veel aan hoeven toe te voegen. Dan gaan we naar de tweede ronde. Ja, het bijzonderheden in de tweede ronde. Ja, dat was toch wel Gary Anderson en Adrian Lewis. Maar achteraf, Lewis is nog steeds niet terug, hè Pim? Ja, Lewis die komt niet meer terug, denk ik. Die moet echt gewoon zijn best doen om gewoon in die... top 64 te blijven. Daar is hij wel goed genoeg voor. Ik denk dat hij misschien nog wat terug kan vechten tot die top 32. Maar verder zal het niet meer... Hij zal nooit meer terugkomen, denk ik. Dat denk ik ook niet. Zijn gooistel is ook niet meer zo vloeiend als dat het was, heb ik het idee. Vroeger dacht je echt, als die eerste pijl dan eenmaal in de triple 20 zat, was het standaard 180. Maar op een of andere manier. Ik bedoel, Anderson speelde zeker niet grootst die eerste wedstrijd. Anderson was gewoon te pakken in principe, als een Lewis een beetje in vorm was, had hij dat ook gedaan. Maar we zeggen het keer op keer, hij heeft het talent, maar het loopt niet echt vloeiend. Nee, dat klopt. Dat zie je ook wel terug in zijn stijl. Veel materiaalwisselingen de laatste 4-5 maanden speelt hij dan wel weer met hetzelfde setje. Maar goed, het mocht helaas niet baten. Andere spelers die de tweede ronde niet overleefden waren Christopher Radetijski en Steven Bunting. Toch wel verrassend, de mannen verloren van Steve Lennon en Ross Smith. En dan eigenlijk, dan gaan we meteen iets verder in het toernooi. Komen daarna wel terug bij de tweede ronde. Mervyn King staat bijna elke wedstrijd 0-2 of 0-3 achter. En dan komt hij toch weer helemaal terug, de oude rot. Verzekert hij bijna weer een plekje in de top 16 mee. Ja, wat moeten we eigenlijk met King? Nou, wat moeten we ermee? Ik bedoel, hij laat het toch keer op keer zien dat hij een strijder is. Ik vind het wel mooi, want ik denk dat King een van de spelers is die het meest traint op het hele circuit. Ja, hij leeft er echt voor. Hij dacht ook echt een geweldig spelletje. Ik denk ook dat hij echt nog wel een aantal jaar doorgaat. Ik bedoel, hij is al dik in de 50. En natuurlijk, soms ergert hij zich aan de tegenstander. Dan denk ik ook van King, kom op. Het is een WK. Bij spelers mogen best wat emoties laten zien, ook tegen jou. Maar hij flikt het toch maar weer. Ik bedoel, uiteindelijk moet je ook reëel zijn. Zijn loting dit de WK zat niet tegen. Ik bedoel, hij krijgt een uitvormspelende Radetijski. Die verliest dan van Lennon. Dan krijgt hij Lennon tegen. Ja, Lennon op tv. Dat weet iedereen wel eigenlijk. Die is altijd wel te pakken. En vervolgens speelt Raymond Smit zijn slechtste wedstrijd van het WK. Het zit hem ook niet tegen, moet ik zeggen. Hij heeft gewoon geprofiteerd van andere spelers. Zo zie ik het eigenlijk. En, hij zal wel een tijdje blijven staan in die top 20. Maar
De vraag is hoe lang hij nog doorgaat, Pim. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik vind hem wel, wat ik wel mooi vind aan Mervyn King, is dat hij nog steeds getergd is om te winnen. Dat zag je in die wedstrijd tegen Raymond Smith in die laatste 16. Werd het een beetje spannend. Was niet, geen hoogstaande wedstrijd, maar ja, hij wil daar die wedstrijd wel echt winnen. En ja, kijk, Mervyn King is natuurlijk wel gewoon een legende van de dartsport. Net zoals Steve Beaton. Maar bij Steve Beaton heb ik veel minder het gevoel dat hij nog zijn wedstrijden wil winnen. Hij staat er gewoon op het podium, doet zijn ding en dan gaat hij weer naar huis. Terwijl Mervyn King, voor mijn gevoel, wil hij nog steeds, zelfs op zijn leeftijd, laten zien wat hij kan. En dat vind ik wel mooi aan Mervyn King. Ja, en het voordeel aan King is dat hij nu weer zijn toolcard voor 2 jaar zeker heeft gesteld. Want het geld dat hij hiermee pakt is zeker voor een toolcard voor 2 jaar. Dus dat is altijd lekker meegenomen. Andere opvallende dingen in de tweede ronde was Dirk van Duivenbode. Die maakt er eigenlijk een beetje een zootje van, hè, dit WK. Absoluut, ik had eigenlijk veel meer van hem verwacht. Sowieso de laatste tijd op de vloer speelde hij best aardig weer. Veel vaker gemiddeld dus boven de 100. En hij kwam zelf ook met veel vertrouwen naar het WK toe. Maar tijdens het WK was het eigenlijk echt moeizaam. Ik bedoel, ik was wel onder de indruk van Koltsov in principe. Die speelde gewoon een prima pot tegen Wattimena. En tegen Dirk in het begin speelde hij ook zeker niet slecht. Maar op een gegeven moment zoveel dubbels mis en combinaties liepen niet. Eigenlijk liep helemaal niks bij Dirk van Duivenbode. Ook in zijn tweede pot liep het voor geen meter tegen Ross Smit. Had hij eigenlijk gewoon geluk dat Ross Smit na set 3 helemaal niks meer raakt. Maar het was niet het WK van Dirk, kan ik wel zeggen. Ja, nou ik weet niet. Ik had het ook wel een beetje verwacht eigenlijk. Ik had het niet als het WK van Duivenbode gezien. Met name ook de toernooien voor dit WK was hij ook al niet per se heel erg goed. Dirk van Duivenbode moet gewoon ermee leven dat hij. Hij was dus eerst heel goed. Waar stond hij nou in de finale? Ik kan het even niet meer. De Grand Prix. Ja, de Grand Prix. Dus dat is dus de top van zijn kunnen. Maar hij zal dat niveau niet constant aanhouden. En nu moet Dirk van Duivenbode ermee om kunnen gaan dat hij. Niveau iedere keer haalt. Hij verdedigt komend jaar natuurlijk de finale van de Grand Prix bijvoorbeeld. Eurotour. Het kwartfinale WK. Ik bedoel, dat is niet niks. Eurotour, Grand Slam, hij verdedigt heel veel. Ja, precies. Maar Dirk van Duivenbode is dus gegroeid van een speler die zijn tourcard verloor, omdat hij gewoon niet goed genoeg was. Tot iemand die de finale haalt van een major. En hij moet ergens daartussenin, moet hij zijn nieuwe standaard gaan vinden. En voor mijn gevoel heeft hij die nieuwe standaard nog niet gevonden. En dus, met name wat jullie zeggen, dat hij dus heel veel heeft te verdedigen, wordt het best wel een gevaarlijke 2 jaar voor Van Duivenbode. Want hij moet niet in 1 keer gaan terugzakken. Ja, maar natuurlijk ook veel invloed had op dit WK is natuurlijk de coronabesmettingen om hem heen. En bij zijn management en bij andere spelers. Pim, hoe kijk je daarop terug? Van Gerwen natuurlijk. Ja, pech. Het is raar hoe de PSC dat op heeft gelost. Weet je dat de PSC de juiste beslissing heeft genomen? Qua maatregelen misschien wel, want ze volgen gewoon de regels van Engeland. Ja, ik bedoel, Engeland zal wel meer verstand daarvan hebben dan de PDC. Maar wat ze wel kunnen doen, ja, 2 punten is zo'n coronatest bij de spelers, dat moet je gewoon standaard maken. Dat moet je gewoon zelf organiseren. Want nu moeten de spelers dat zelf maar doen en dan moeten ze maar vrijwillig naar buiten komen dat ze positief hebben getest. Dat is natuurlijk een best wel rare optie. Terwijl je in andere sporten word je gewoon op, weet ik veel, doping getest. Of waarom kan je dat niet bij corona nu doen? En verder is het natuurlijk heel raar dat we van George Noble en Hugh Ware, de scheidsrechters, hebben al sinds kerst niets meer van gehoord. Waarschijnlijk hebben die gewoon corona, maar daar horen we niks over van de PDC. Dus het is een hele rare gang van zaken. Voor de Nederlanders is het gewoon pech. En ik vind het heel eerlijk dat ze gewoon naar buiten komen. Dat ze positief zijn getest. Ja, het heeft natuurlijk grote invloed op het WK gehad. Zeker met het wegvallen van Michael van Gerwen. Spelers die een bye ontvangen. Spelers die eigenlijk gratis naar een 8e finale gaan. Chizzy die afvalt, Van der Voort. Van Barneveld die weliswaar uit het toernooi lag, maar ook positief test. Danny Noppert die positief test. En wat je zegt inderdaad, een opvallend moment, volgens mij die donderdag voor kerst, dat in een avondsessie, volgens mij was er achter de schermen, werd van alles gedaan door de PDC, wat allemaal niet naar buiten is gekomen, maar Kirk Bevins heeft daar 4 partijen gedaan die avond. Klopt.
Terwijl normaal George Noble volgens mij ook ingepland stond voor een aantal partijen. Volgens mij ook een aantal schrijvers zijn ook positief bevonden. Dus ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen waar het lek bij is begonnen. Maar het was wel opvallend inderdaad. Ja, en dan gaan we vooruitkijken naar de kwartfinales. Veel gebeurt bij de laatste 16. Daar komt eigenlijk de mooiste wedstrijd van het toernooi tot nu toe naar boven. Johnny Clayton tegen Michael Smith. Want ja, Johnny Clayton gaan we niet zien in de kwartfinales, Pim. Ja, jammer hè. Ja, ik had hem als winnaar opgeschreven. En ik bedoel, hij laat gewoon zien wat hij kan tijdens die wedstrijd tegen Michael Smith. Zijn gemiddelde is 3 punten hoger. Maar ja, hij trof gewoon een goede Michael Smith. Ik bedoel, daar kan je niks aan doen. En in die laatste set was Smith ook gewoon de betere darter. Clayton kraakte. Een hele mooie wedstrijd was het. En ja, soms de ene keer valt hij voor Clayton en de andere keer voor Smith. Dus ik zie zeker niet een Clayton die gefaald heeft. Nee, het was echt een titanic. Ik moet zeggen, het was echt een schitterende wedstrijd om te zien. En ik heb ook niet het gevoel dat Clayton gefaald heeft. Hij heeft in principe gewoon pech dat hij eigenlijk een ijzersterke Smith tegenkomt. Die ja, ook echt een fantastische vorm verkeert. Dat zag je al in ronde 2, hoe die Meulenkamp oprolt. 106 gemiddeld. Voor hem toch een moeilijke tegenstander die heel langzaam is. Ja, het was ijzersterk wat Smith liet zien dit WK. En ook Clayton, die 161 finish in de laatste set, krijgt hij 121 terug. Ja, dat was echt een waanzinnige partij om naar te kijken. Ja, maar toch ook knap van Michael Smith. Hè? Want die staat al een beetje bekend van, hè, op de beslissende momenten, dan lukt het hem juist niet. En nu lukt het hem juist wel. Dus misschien is dat ook wel een goed argument dat hij in de wedstrijd tegen Carey Price, die ja, in principe ook niet zijn beste kunnen heeft laten zien nog, dat hij dan het in één keer wel kan laten zien. Dus ik vind Michael Smith in één keer wel tot een van de topfavorieten horen. Mike, jij ook? Ja, ik vind het met Smith heel moeilijk. Smith mentaal momenteel heel goed. Maar ja, dat kan morgen weer anders zijn. En dat is een beetje het probleem van Michael Smith, denk ik. Dit WK zit hij er mentaal goed in. Gooit makkelijk, ziet er vrij uit. Vindt niet dat de druk bij hem ligt. En dat vind ik zelf ook niet. Hij is verre van een favoriet. Ja, hij maakt zich wel favoriet op deze manier. En ik denk dat zijn grootste test toch wel is tegen Carey Price. Als hij die wint, is hij topfavoriet. En ik denk de winnaar van Price-Smith wordt wereldkampioen. Want ik denk aan de andere kant, Anderson. Het format van de finale is te lang voor Anderson. Staat nu af en toe al op wankelen. Overleeft het wel steeds aan het kloten met materiaal. Ik ben er niet van overtuigd dat je zo snel weer kan wennen aan materiaal. Ondanks is het zijn oude setje. Dus ik denk dat de winnaar van Price-Smith, die wordt wereldkampioen. Eens. Wat denk je dan van Peter Wright aan de andere kant? Ik bedoel, hij heeft ook, ik vind hem ook wel, als hij de juiste pijlen pakt, ijzersterk gooien hoor. Ja, maar ik denk dat Wright en druk, stel we krijgen in de finale Michael Smith, Peter Wright, Dat wordt lachen, gierenbullen. Dat zijn twee mannen die dan heel erg onder spanning staan. Die niet met spanning kunnen omgaan. En Wright misschien iets beter dan Smith. Maar ze denken alle twee, nou, deze is te pakken. En daar ligt alsnog niet de druk bij Smith. En dan moet het wel kunnen, hoor. Ja, Wright moet ook nog maar eerst eens langs. Nou, natuurlijk eerst Callum Ridge. En dan bijvoorbeeld Gary Anderson gaan. Ja, Callum Ridge, leuk dat je die noemde. Die speelt ook eigenlijk echt een ijzersterk WK. Hij heeft natuurlijk al heel veel mooie dingen laten zien op de vloer vooral dit jaar. Echt hoge gemiddeldes. Dus. Wat verwacht je van hem, Pim, in de toekomst eigenlijk? Ja, ik vind het heel lastig in te schatten. Want hij laat inderdaad nu net dingen die op de vloer liet zien ook op tv zien. Maar ik vind het gewoon niet soepel uitzien. De wedstrijd tegen Alan Sutar was dat volgens mij. Of Nathan Espinel, weet ik niet meer. Maar hij was flink aan het zweten gewoon. Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik vind het wel een top 16 speler, maar ik vind niet iemand die echt grote titels gaat winnen. Ik weet ook niet waarom. Oké. Nou, waar we het ook nog even moeten hebben, is natuurlijk wat de Premier League line-up en de namen die daar vooral teleurgesteld hebben dit WK. Noem ik een José de Sosa, die echt totaal niet zijn niveau haalt tegen Sutar. Eigenlijk nog moet winnen. Hij heeft nog een matchdag gemist, maar gewoon onderaan de 80 zit. Dimitri van den Berg, die in de tweede ronde verliest van Hempel. Die wel goed speelde overigens. Maar wat moeten we daarvan vinden, jongens? Ja, misschien dat Mike daar een goed beeld van heeft. Van de Premier League namen. Ja, de Premier League namen. Ja,
Ik denk dat het vrij simpel is. We pakken of de top 10 van de wereld, of we halen de Sousa eruit voor de winnaar van de Masters. En ik denk voor de rest dat het niet heel erg spannend gaat worden. Geen Sherop? Nee, absoluut geen Sherop. Ook niet als een tourcard pak? Ook niet. Waarom niet? Omdat wij Marl al geroepen heeft van ze hoort niet thuis in de Premier League en de wildcard wordt uitgedeeld door Sky. En ja, het is een invitatietoernooi, maar onthoud goed, ze mag nog steeds alle World Series spelen aankomend jaar, want dat is nog steeds niet doorgegaan. Ja, precies. Dus ze is al redelijk wat op tv. Daar ben ik met je eens. Ja, ik vind het ook lastig. Glenn Durrant, die valt natuurlijk weg. Nathan Aspinall, die is... die is al uitgeschakeld. Ja, dus dat gaat hem ook niet meer worden. Nee, hij heeft nooit eigenlijk een stapje achter de rug, ja. Ja, ik denk inderdaad wat jij zegt, degene waar misschien enige twijfel over is, dat zal dan José de Sousa zijn en Dimitri van den Berg. Michael Smith, die zie ik dan wel. Ja, Michael Smith ook natuurlijk. Matchplay finale. Ja, dus die hoort eigenlijk wel bij, hè? Ja, en de Sousa, ja, die staat zesde op de wereldranglijst nu momenteel. Die gaat zesde staan na het WK. Hij heeft op zich een prima jaar gehad. In het begin vooral. Maar de finale van de Premier League gehaald natuurlijk. Dus meestal laten ze die er ook wel in dan. Ja, het is wel een beetje teleurstellend. Want volgens mij vorig jaar was eigenlijk de enige was Rob Cross. Die stond dan vierde en had dan een best wel slecht jaar. Maar die werd er dan toch bij gedaan. En de rest waren eigenlijk wel mannen in vorm. En nu is het een beetje andersom. Want nu moet je in één keer mannen erbij doen die op het WK niet heel erg mooie dingen hebben laten zien. Zoals die de Sousa, Aspinall. Dat soort namen. Keten, die natuurlijk wegvalt. Wel een goed jaar natuurlijk. Ja, ja, die hoort er natuurlijk wel bij. Maar Johnny, wel andersom. Ja, dan heb je nog de nieuwkomers. Eventueel een Callum Ridge als hij weer een rondje verder komt. Geldt hetzelfde voor Humphries. En King misschien weer terug in de Premier League. Zie ik niet snel gebeuren. Mocht een van die mannen halve finale halen, dan zie ik het niet voor onmogelijk. En ik denk zeker voor King terug in de Premier League. Ja, ik weet niet of ze voor een Mervyn King... Ik zie ze eerder kiezen voor een Luke Humphries eigenlijk. Maar Humphries speelt dit tegen Anderson natuurlijk. Dat is zo voor Humphries wel een cruciale wedstrijd kunnen zijn. Om ergens door te stoten naar die top 16 en richting top 10 te kijken. Mocht hij de halve finale ook winnen. Kijk, ze zijn niet meer op zoek naar Mervyn King. Wout is hij, 81. Daar gaan ze maar naar kijken. Nee, dat lijkt me ook niet. Als we het hebben over verrassingen van dit WK. Twee namen die vallen mij natuurlijk op. Dat is natuurlijk Raymond Smith en Martijn Kleermaker ook. Zijn er nog andere namen die jullie verrast hebben dit jaar, dit WK? In positieve zin, inderdaad. Ja, natuurlijk Callum Ridge die er nog in zit. Die heeft me wel positief verrast dat hij voor het eerst echt is door kan stoten zover. Dat had ik niet verwacht. Ja, misschien, het is wel een gek jaar natuurlijk aan het worden met al die coronabesmettingen. En Luke Humphries die natuurlijk gelukkig gehad dat Chisnell positief heeft getest. Weet je, zoiets heb je misschien wel nodig om in het begin, om eindelijk eens die stap te maken richting top 15, top 10, om dan door te stomen. Één ding zeggen, wie me ook heeft verrast, is Pedersen, dat hij nog steeds zo slecht is natuurlijk. Negatief verrast inderdaad, ja, die zal ook moeten uitkijken. Een andere naam is natuurlijk Alan Soutar. Wat vinden we daarvan, Mark? Hij heeft eigenlijk niet eens zo heel goed spel hoeven laten zien om zo ver te moeten komen. Nee, maar ik denk dat juist de kwaliteit van Soutar is. Mensen een beetje onder druk zetten. Kijk, Soutar is absoluut geen slechte speler. Zal ook nooit een topspeler worden. Maar is gewoon een hele gemiddelde dartspeler. En ik denk dat het gewoon een gevaarlijke speler is voor de komende jaren. En zeker als we kijken wat hij in zijn eerste jaar op de Tour heeft laten zien. Dan moeten we wel zeggen, iedereen die van Q-School komt, heeft natuurlijk een voordeel in die eerste paar player championships. Omdat ze al het ritme hebben. Maar verder heeft hij dit jaar ook laten zien. En staat hij natuurlijk niet zomaar op het WK. Nee, absoluut. En ik bedoel, hij heeft tussendoor ook nog brandjes moeten blussen. Dus ik denk dat Soutar wel echt een kandidaat is voor de top 32. Dat hij rond 25, 32, dat daar wel zo'n plafond ligt, zeg maar. Maar hij is een hele leuke speler om erbij te hebben. Ik bedoel, ook leuke karakter. Dus, Ja, maar kijk, zo'n speler als Alan Soutar, dat maakt de dartsport ook zo leuk. Dat is iemand die op zijn eerste WK staat. Hoe oud is hij nu? Midden 40 of zo. En die komt gewoon op terwijl die midden 40 is. Terwijl in iedere andere sport, ja, dan ben je dan al drie keer met pensioen gegaan.
Terwijl Soutar, die zien we nu voor het eerst. Dat is het mooiste van de dartsport, vind ik. Ja, eens, absoluut. Ja, goed mannen. Dan rest er nog maar één vraag. Wie wordt wereldkampioen? Lars. Ik zeg inderdaad de wedstrijd tussen Smit en Price. Ik denk dat wie die wint, en dan denk ik toch... Ook al speelt hij niet heeft hij nog niet heel geweldig gespeeld, Gerben Price is echt een toernooispeler. Hij heeft echt wedstrijden nodig om goed te worden. Zag je vorig jaar ook, toen begon hij niet geweldig, maar hij groeit echt in zo'n toernooi. En dan kan hij uiteindelijk echt super hoge gemiddeldes laten zien. Dus ik denk dat Price zich echt vastbijt in die wedstrijd en uiteindelijk ook het toernooi wint. Dus ik denk dat hij zijn titel gaat verdedigen. Ja, en ik had natuurlijk eerst Johnny Clayton gezegd. Nou, dan vind ik het nu eerlijk om dan de speler die Johnny Clayton heeft verslagen, Michael Smith, als WK-winnaar te noemen. Gaat Michael Smith de druk aankunnen, Pim? Ja, maar ik hoop het. Ja, ik denk het wel. Hij heeft de druk aangekund tegen Johnny Clayton. Ik denk dat hij ook wel van een Gerben Price kan winnen, die niet in zijn absolute topvorm is. En ja, ik wil gewoon een nieuwe WK-winnaar ook. Dus ja, dan ga ik voor Michael Smith. En zijn we dan meteen vertrokken voor Michael Smith voor een paar jaar? Of gaat hij daarna weer de bibberitis krijgen? Ja, wie weet. Hij heeft natuurlijk wel nog steeds die bibberitis in zich. Maar ja, ik durf het niet te zeggen. Misschien een nieuwe Rob Cross inderdaad. Dat hij dan even terugzakt, daarna weer half terugkomt. Ja, maar dat zullen we nog wel eens zien. Mike? Goed. Ikzelf, ja. Ja, er is natuurlijk maar één favoriet mogelijk, dat is Gerben Price. Maar ik denk inderdaad, de winnaar van Price Smith, die wordt wereldkampioen. Dus geen twijfel over mogelijk. Ja, niet Mervyn King wereldkampioen of zo. King gaat wel de halve finale halen. Oh, ja. Daar ben ik heilig van overtuigd. Weet komt 4-0 voor. En dan verslaat King hem met 5-4. Senioren WK is toch pas in februari, of niet? Klopt. Ja. Maar goed, King levert na het WK zijn tourkaart in. En dan mag hij alsnog het senioren WK meedoen. Ja, dat denk ik ook. Want Ted Henke heeft zich teruggetrokken. Dus dan is er weer plek vrij. Precies. Ja, of James Wade wordt de eerste WK-winnaar zonder een 180er te gooien. Dat kan natuurlijk ook. Gaat ook niet gebeuren, want een van zijn persoonlijkheden zal hem wel in de weg zitten. Goed, voordat we te lang hierop doorgaan, wil ik jullie alle twee bedanken. Ja, een van jullie twee zie ik waarschijnlijk terug in de Q-School podcast. Die komt ook binnenkort online. En wie weet, tijdens het WK nog wat. Gaan we niet vanuit. Heren, bedankt. Iedereen een fijne jaarwisseling of een geweldig nieuwjaar toegewenst. En we gaan allemaal kijken naar het WK Darts.